We staan hier nu in een nieuw zeiljacht. En dit is voor ons wel heel bijzonder, want dit is onze nieuwe bouwwijze. Wij denken dat deze bouwwijze nog niet eerder is toegepast. We hebben het nergens ter wereld kunnen vinden. We staan hier eigenlijk onder het dek. Dit is het dek wat bovenop de romp geplaatst wordt. En het enige wat nu nog maar in het frame zit, zijn eigenlijk 3D gevormde platen. Het gave van deze bouwwijze is dat we eigenlijk helemaal geen dichte mal meer hebben. Dus we hebben veel minder afval. Wij zijn gespecialiseerd in one-offs of hele kleine serie. Dus we maken eigenlijk altijd een mal en dan maken we een boot. En dan vervolgens gooien we de mal weg omdat de boot klaar is. En op deze manier hebben we eigenlijk alleen maar een spantenframe die niet meer beplaat is. En daar plaatsen we deze 3D gevormde platen tegenaan. En die zijn gelijk luchtdicht. Dan lamineren we de binnenhuid met vacuüm. Dan plaatsen we de schotten, de verstijvers, de hele binnenconstructie komt erin. Dan vervolgens lijmen we het dek erbovenop. En dan pas halen we de romp uit deze spantenframe en dan draaien we hem. Maar dan heb je zo'n compleet stijve constructie. Dus je maattoleranties zijn echt minimaal. En je boot strookt gewoon hartstikke goed, omdat hij compleet in dat frame gebouwd is. En alle constructie zit er al in. Waarbij vroeger werd de spantenframe andersom opgezet en er werden schuimlatten tegen aangeplaatst. En dan werd dit omgelamineerd aan de buitenzijde en dan werd de boot gedraaid. En dan werd het frame eruit gehaald. Maar ja, dan was je eigenlijk een hele slappe boot aan het draaien. Wat best wel veel grotere toleranties met zich meenam en meer schilderwerk. Dus meer plamuur en meer lijm. En op deze wijze denken we eigenlijk dat we de voordelen van met een mal bouwen kunnen toepassen, maar dan zonder mal. Wat gewoon heel veel afval weghaalt. Al deze platen zijn 3D gevormd op een tafel die elke willekeurige vorm kan aannemen. De platen worden verwarmd en dan op die tafel gelegd en dan helemaal in de vorm gedrukt. En dan zit er dan eigenlijk een grote projector boven die tekent de outline van die platen af. En dan worden die platen uitgezaagd en zo worden ze bij ons aangeleverd en zo passen ze perfect in het frame. Deze platen die zijn allemaal aan elkaar gelijmd. Met een speciale epoxylijm. Deze epoxylijm heeft precies dezelfde hardheid als het schuim. Waardoor als je het schuurt, je geen hobbel schuurt omdat de lijm harder is als het schuim. Dus je kunt heel mooi shapen met een plank of iets aan de buitenzijde. Op deze manier heb je eigenlijk een hele mooie vorm die bijna niet aftekent en die dezelfde hardheid heeft overal. Hier kunnen jullie een leuk detail zien van deze boot. Dit wordt het voorstag, hier wordt de voorstag aan bevestigd. Dit is eigenlijk een vol glas plaat die we in het spantenframe verwerken. En die eigenlijk met de binnenhuid helemaal vastgelamineerd wordt. En dan als de boot uit het spantenframe komt, dan wordt die ook nog helemaal met de buitenhuid gekoppeld. Op deze manier hoef je eigenlijk niet meer te meten, want deze zit verwerkt in het spantenframe. Waardoor we ook weer tijd en efficiëntie kunnen pakken. Deze bouwwijze bevalt zo goed dat we er sowieso 2 gaan bouwen op deze manier. En in de volgende aflevering ga ik jullie laten zien hoe wij het casco opleveren. Tot de volgende keer.